gaat bij alle rising powers en tenslotte ook bij alle naar beneden gaande machten, gaat het steeds om je economische productieapparaat. Is er een goed draaiend, efficiënt productieapparaat zonder economische macht? Is er geen macht in feite? Ja, je kunt de vlag al laten wapperen. Maar uiteindelijk drijft macht op economische macht. Het Verlossen, kunt u mij horen? Heb je nog het stukje in de kwaliteitskrant gelezen over, ik weet trouwens niet of het erin heeft gestaan, over de opening van het academisch jaar, waar de baas van ASML een toespraak heeft gehouden, waarin die dus flinke kritiek heeft op hoe wij hier in het Westen leven en dat we dus de concurrentiepositie met China verliezen. Ah, ja, daar ben ik wel verbaasd over, moet ik je zeggen. Dat hij dat zegt? Ja, want ik denk niet dat dat zo is, dat is punt 1. Hij vond ons lui en gemakzuchtig en dik. Dat was natuurlijk een beetje flink aangezet. Dat denk ik ook dat dat zo is. Bij mijn weten heeft Nederland bijvoorbeeld een vrij frappant hoge arbeidsproductiviteit. Wij werken zoals je weet weinig, maar wel relatief effectief. Waar dat precies is, is mij nooit helemaal duidelijk. Maar goed, zo schijnt het te zijn. Dit is wel een van die, ja, hoe zal ik het zeggen, door ondernemers geliefde sprookjes. Namelijk dat de eigen positie zeer, zeer zwak is. En ja, dat als we niet echt even keihard aan gaan trekken de komende 25 jaar, dat we echt voorgoed een niet meer in te halen achterstand op zullen lopen. Hij heeft er belang bij dus, wil je zeggen. Dat heeft hij ook natuurlijk. Maar ik van alle situaties waarbij een dergelijke schets is gegeven van de toestand. Ja, dit waren de buren, die hebben gesport in het park. Die zijn nog zo jong dat ze denken dat het effect heeft. U weet hoe dat is met sporten en gymnastieken. Dat doen mensen op de momenten van hun leven dat het nog niet noodzakelijk is. En dan tegen de tijd dat het echt noodzakelijk is, doen ze het niet meer. Dan kost het te veel inspanning en daar gaan ze maar door. Nee, dus dit is zo'n onheilstijding en bovendien, ja, dat is dus het Westen tegen China. Ik weet dat niet zo zeker. Zeker de Verenigde Staten heeft een aantal sectoren die toch planetair competitief zijn. En dat is in Europa ook het geval. ASML zelf is daar een goed voorbeeld van. Een deel van de Duitse machinebouw is daar ook een goed voorbeeld van. Het gaat tijdelijk niet zo best met de Duitse auto's, maar dat kan weer bijtrekken. Ik herinner me dit hele verhaal nog. Maar dan zal er geweest zijn jaren 70... was een boekje van een Fransman en dat heette Le Défi Américain, de Amerikaanse uitdaging. En de boodschap daarvan was, Europeanen, dat zijn uitvreters, nog te behoed om de tanden te poetsen, terwijl Amerika, dat was een white hot technological revolution gaande. En dat was, als we er niet keihard aan zouden trekken, dan zouden we een om niet meer in te halen achterstand oplopen. Dat bleek allemaal helemaal niet het geval te zijn. Neem de BRD, de Bondsrepubliek Duitsland, die natuurlijk in de jaren 90 op hoge kosten kwam te zitten met het verbeteren en vernieuwen van de DDR. En bovendien ook op een aantal andere punten leek het of ze achterop liepen. Ik hoor nog het vrolijke gekraai in die Economist van, nee, Engeland en de Verenigde Staten, dat was het voorbeeld. Dat was zo, die kant moest het op. Neoliberaal beleid en niet waar, de overheid moest niet een soort incubus op de schouders van de burgers zijn. Lekker initiatiefrijk. En kijk eens, tot een paar jaar geleden was Duitsland niet waar de belangrijkste exporteur ter wereld. En dus niet van plastic sandalen En witte mini-autootjes, maar van vrij serieuze spullen. Die eigenlijk alleen de Duitsers zo goed kunnen maken. Dus het zijn generalisaties die niet waargemaakt kunnen worden. En het zijn ook voorspellingen die, naar mijn idee, over een periode lopen waar je niet zo veel verstandigs over kunt zeggen. Dus dit is natuurlijk een verhaal voor het eigen huis. Hij hoopt ruime mogelijkheden te krijgen.
Hij zat dan ook bij Nieuwsuur en toen vroegen ze hem van ja, nu is dat, mag hij niet meer al die chipmachines naar China sturen. En toen vroegen ze hem, dat zal wel pijn doen. En toen zei hij, nou, dat valt wel mee, want die chips die met die machines gemaakt kunnen worden, die hebben die Chinezen toch niet nodig. En ja, als het toch gebeurt, is het ook niet zo erg, want die Chinezen, ja, die zijn innovatief, die zijn heel slim. Dan bedenken ze wel iets nieuws. Dus als wij die beperking opleggen, dan stimuleren we juist de innovatiekracht van de Chinezen. Ja, ik denk dat daar iets in zit. Ik heb het altijd vrij achterlijk gevonden om die dingen niet aan de Chinezen te leveren. Omdat je dan zeker weet dat ze natuurlijk alles op alles zullen zetten om op zo kort mogelijke termijn die technologie. Het gaat hier om ultra korte golflengte van het licht wat gebruikt wordt voor dat graveersysteem. Ja, dan zullen de Chinezen het zelf doen. Dus je op zichzelf heb je dan een kleine voorsprong. Die schat ik op niet veel meer dan een half decennium. Maar die zullen de Chinezen compenseren. Maar nu de tweede kant van het verhaal. Van wat hij hield. En dat is natuurlijk dat het op China juist op dit moment helemaal de andere kant op gaat. De Chinese economie draait zeer slecht. Het herstel uit de COVID-fase, waarvan van alles verwacht werd. Ze zouden als een raket uit de COVID-ellende opstijgen. Nou kijk eens, dat is niks. Geen opstijgerij bij. Die raket staat te wankelen op de lanceerbasis. Xi Jinping is natuurlijk een soort van neo-autocraat. Die is door dat reguliere opvolgingsprogramma heen gebroken en heeft zichzelf voor een derde termijn benoemd. Als het zo slecht blijft gaan als het nu gaat in China, dan weet ik helemaal niet of Xi die zo toegejuichte derde termijn gaat volmaken. Dan moet ik nog maar eens even afwachten. Dus het hele idee dat China een soort onkwetsbare moloch is die ons zal vertrappelen, daar geloof ik niets van. Sterker nog, ik ben op mijn eigen wonderlijke manier ook een idealist. Ja, je zou het niet zo zeggen, maar daar ben ik. Ik ben ervan overtuigd dat voor de lange termijn democratische systemen, of althans flexibele systemen, systemen die zich zonder al te grote moeite misschien met een enkel politiek veranderingetje aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Zeg maar echte liberale samenlevingen die, ook mooi als het ook een sociaal geweten is, die doen het op de lange termijn altijd beter. Denk aan de oorlogen die we gevoerd hebben. In het begin denk je altijd, oh jee, alles gaat mis, ze kunnen er niks van. De geweren ontploffen, de handgranaten vallen op de grond. Nou ja, ga zo maar door. En dan na enige tijd, kijk naar de Tweede Wereldoorlog, dan beginnen de zaken te draaien. Ze beginnen te begrijpen hoe het werkt. En dan zijn er vele mogelijkheden. Dus ik geloof die verhalen, ik geloof daar geen cent van. Ik weet niet op welke termijn, of die überhaupt termijnen heeft genoemd. Of dat dan over 5 jaar was, 10 of 25 jaar. Daar komt bij dat de Chinese bevolking in een rap tempo krimpt. En dat het deel van de bevolking dat op de arbeidsmarkt actief kan zijn, in een nog veel rapper tempo slinkt. Dus ja, en moet je dan naar India verwijzen? Waar je wel een paar van die staten hebt die goed functioneren. Maar ja, waar ook een hele reeks van staten gewoon op derde wereldniveau opereert. Waar honger wordt geleden, bij wijze van spreken. Rutte was er nu, hè, met India voor de G20. Ja, nou goed, we hadden weer al dat getrompetter over de G20. Nou, dat durf ik dan wel. Ik was niet uitgenodigd, maar ik ben niet onder de indruk van de G20. Helemaal niet zelfs. Rutte zei daar, er was een filmpje aan. Ja, Rutte was er. Ik zag hem bij Modi. Ja, klopt. Modi, ook zo'n vervelende autocraat. Hè? Ook zo'n opstoker. Ja, daar heb je de ook Maarten. Zo iemand die op de lange termijn zijn eigen land grote nadelen bezorgt. Heb je de Maarten liggen? Daar staat nog een stuk over Modi. En is dat even kijken of dat deze editie is? Volgens mij wel. Het nieuwe nummer is net van de pers. Oh, dan moet je even meenemen. Ja, als je het nou helpt herinneren, dan zal ik het je straks even geven. Hey, en de Rutte die zei van, let op India, technologisch gaat het echt als een raket de komende jaren. Ja, en als het echt als een lekkere raket gaat, niet waar, dan zijn degenen die de raket ontworpen hebben, dan moet je even nakijken wat daarmee gebeurt. Die verkassen naar Californië. Om die nog iets grotere raket in Amerika ook nog wat diensten te bewijzen. Ik zag nou een stukje ergens op de tv, volgens mij bij 1Vandaag, dat India dus ook een andere naam heeft. Dat ze anders aangeduid. Ja, Bharat. Ja. Dat schijnt al heel oud te zijn. Maar wat is daar nou het idee achter? Nou, dat gaat om die Bharatra, zoiets in die geest.
En dat is een soort ontstaansmythologie. Dat woord schijnt ook heel oud te zijn. Ook in het verleden schijnt India wel als zodanig beschreven te zijn. Bharat. Ik denk dat je het misschien moet vergelijken met... wat zou jij zeggen in het buitenland als ze vragen waar je vandaan komt? Zeg je waarschijnlijk Nederland. Maar als je toevallig Holland zegt, weet ook iedereen waar je vandaan komt. Ja. Nou, dat liet dus ik in die reportage zien dat Nederland zichzelf in het buitenland ook geframed heeft als de Netherlands bewust. Ja. Omdat het eerst Holland was, maar dat deed toch geen recht aan... Nee, bij Holland denken ze misschien meteen aan klompen. En ja, dat was precies dat. Het Volendamse meisje en de kaas van Gouda, voordat ik er toch achter was, dat Gouda Gouda was. Jongen. Nou, dit is toch wel een beetje hoofdredactioneel gelul op hoog niveau. Hè? Ik ben er niet van onder de indruk. Sterker nog, ik zal het je... Het is mijn vaste overtuiging dat industrieel en wetenschappelijk eigenlijk kan worden gesproken van een globaal systeem. Van een de planeet omvattend systeem. Ja, dat is niet in de Centraal-Afrikaanse Republiek actief. Maar dat is wel in Japan, in de Verenigde Staten, in alle Commonwealth-landen, in West-Europa... is dat systeem wel actief. De Global Village bedoel je? Ja, maar als je er scientific voor zet, oké. Okay. Ja, als jij echt door in dat autootje op te nemen een belangrijke uitvinding doet, dan kun je daar misschien patent op aanvragen. Wie weet word je er rijk van. Maar in no time, als het een nuttige uitvinding is, wordt dat overal toegepast. Ook in allerlei landen die jou geen rechten betalen op je patent. Ja, zoals in China. Waarschijnlijk. Je kunt ook zeggen, is de universiteit van vul een naam in, is dat de beste ter wereld? Dat zou kunnen, maar dan is het altijd een onderdeel van die universiteit, een instituut van die universiteit. Mm. Ik weet nog wel dat, god, hoe heette die vent, ook altijd een beetje een dwarsligger, en nadat hij in de regering, ik denk Clinton had gediend, werd die chef van Harvard. En nou ja, dat al heel snel liet hij weten dat er in Harvard iets heel wonderlijks gaande was. Maar dat in het eerste jaar van het college, hè, Harvard is ook een college, een research university, maar ook een college, dat daar in de allereerste jaar alsmaar een 8 voor alles kregen. En hoe dat eigenlijk in elkaar zat, dat leek hem helemaal geen verstandig systeem. En ja, dat bleek eigenlijk dat Harvard College, ja, is Harvard College te vergelijken met de Universiteit Groningen? Nou, misschien. Als research university, als je er maar genoeg geld in pompt, kan je inderdaad een heel hoog niveau bereiken. Misschien hoger dan Groningen, om de eenvoudige reden dat Groningen minder geld heeft. Bovendien moeten ze vrijwel al het geld aan buitenlandse studenten uitgeven. 143.000 dit jaar. Dat was ook geen kattenpis. Kennelijk is studeren in Nederland enorm goedkoop. En op een of andere manier kunnen die cijfers ook goed getransfereerd worden. Dus ja, al die dingen moeten gespecificeerd worden. Als iemand zegt van het continent zus en de Chinese geschiedenis over de komende kwart eeuw. En dat is eigenlijk, dan weet je eigenlijk al dat je belazerd wordt. Hmm. Dat generalisaties zijn die absoluut niet vol te houden zijn. Nee. Is heel China één grote, extreem efficiënte fabriek van materiële goederen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook allerlei zwakke punten. Er zijn industrieën die niet functioneren. Denk aan het onroerend goed in China. Zo zit het niet. Zo simpel is het niet. Oké. Nou, dit was dus allemaal de aandeel van die baas van ASML. Die overigens ook nog over de universiteit het had. Want hij zei... In Nederland doen ze heel moeilijk over dat Engels op de universiteiten. Maar hij zegt, een technische universiteit is anders dan een reguliere universiteit. Want hij zegt, op die technische universiteit, daar komen dus de internationals. Voertaal in al die bedrijven, ook die technische bedrijven zoals ASML, is Engels. En die mensen blijven ook hangen in de regio. Dus we moeten daar wel Engels blijven praten. Anders komen die mensen niet. Ik denk, voor een technische universiteit speelt natuurlijk in feite de taal geen wezenlijke rol. En dat betekent dat steenkolen Engels daar een hele nuttige functie vervult. Net zo goed natuurlijk als de KLM op Suriname vliegt, dat de piloten in het bekende piloten Engels met elkaar spreken.
En als ze in de buurt van Suriname komen, gaan ze niet over op Papiamento. Dat is, dat is zo klaar als een, tenminste, ik denk van niet. Natuurlijk is dat zo. Engels heeft een hele nuttige functie. Maar in heel veel studies is taal een heel wezenlijk element van de studie. En daar is het een hinderpaal als dat Engels is, of althans als de betrokkenen het Engels in onvoldoende mate beheersen. Ja. En mijn ervaring is, ik geef toe, ik ben al 15 jaar weg, maar vooral bij Amerikaanse taal en letterkunde waren veel studenten die een historisch onderwerp wilden doen. En dan zeiden ze altijd, ja, bij ons schrijven we altijd alles in het Engels. Mogen we bij u ook een Engelse scriptie schrijven? Engelstalige scriptie. En dan zei ik altijd, ja, dat mag, maar dan moet u wel Engels schrijven. En daar ontbrak het meestal aan. Mm. Het was een heel, ja, is dat Engels? Ja, het is een soort Engels. Dat geef ik toe. Het is een soort Engels waarmee je het station kunt vinden in een buitenlandse stad. Maar voor de rest had het niet veel om het lijf. Nee. En dan zit je toch met een probleem. Ik bedoel, in hoeverre... Kijk, als je een taal hanteert bij schriftelijke boodschappen die je niet echt onder de knie hebt, dan maak je een randebiele indruk. Nou ja, neem Arafat. Arafat wil altijd Engels spreken, met als gevolg dat hij op de rest van de wereld een volkomen debiele indruk maakte. Gebruik een tolk. Helemaal geen probleem. Deden Russen ook. Kosygin sprak prima Engels. Maar als het officieel was, dan zat er een tolk. Want je kon aan Kosygin altijd precies zien of die begreep het over hing, ja of nee. Ja. Trouwens, ik kan dit aan iedereen adviseren, ook buiten dit autootje. Als u een taal niet heel goed spreekt, vlot, en dat ook andere mensen denken, oh, het is die taal. Dus dat ze niet denken als u Engels spreekt dat het Roemeens is of Noors of zoiets dergelijks. Zorg dan, als u dat dus niet kunt, dan moet u voor een tolk zorgen. Ja. Nog één puntje uit die speech van die ASML-baas. Die zei van, ja, hij was ook bij die toespraak van Biden. Die zei van, we gaan niet meer die chips maken in Azië. Nee, we gaan het zelf maken in Amerika, made in de USA. Dat moet er nu, made in America. Dat willen we dat erop komt te staan op die chips. Ja, dat is nog een kletskoek verhaal ook van Biden. Ja, je begrijpt dat hij misschien niet meteen vertelt. Als ik voor zover ik weet, gaat TSMC die fabriek bouwen. Dus ik ben er nou niet zo van onder de indruk van dat verhaal. In de Verenigde Staten? Ja, in de Verenigde Staten. Omdat ze enorm gigantisch gesubsidieerd worden om een fabriek in de Verenigde Staten te bouwen. Ja. Wat je wel aan je water voelt, dat het loonniveau daar waarschijnlijk zodanig is dat die chips duur gaan uitvallen. Ja. Dat was de bekende berekening. Hè? Trump vond dat de iPhone, dat ding... door Foxconn werd gemaakt in China, dat kon absoluut niet. Dat moest in Amerika. Nou, dan hadden ze uitgerekend wat dat kost in Amerika. En die iPhone is al oplichterij, eerste klas natuurlijk bij de huidige prijs. En dan werd die twee keer zo duur. Ja, iPhones zijn fijn, maar €2400 zie ik niemand daarvoor betalen. Nee, eerlijk gezegd. Nee, ze hebben het nu dat geloof ik ook niet. En sterker nog, ik vind dat hele beleid van Biden niet waar om met reusachtige subsidies de productie van bepaalde goederen aan te jagen in eigen land, vind ik niet verstandig. Dat vind ik helemaal niet verstandig, want dat betekent toch dat zonder subsidie zouden ze niet kunnen bestaan. En je moet kijken dat wereldwijde productiesysteem, daar zijn allerlei bezwaren tegen aan te voeren en lokaal kun je daar van alles aan doen. Maar het wijst wel op een grotere productie-efficiëntie. Ja. Het is niet zomaar een lolletje. He, dat de mensen zeggen, oh, dat is wel hartstikke leuk dat we die crocs gaan we dan in China maken. He, dat vinden de mensen fijn, Chinese crocs. Nee, dat is omdat ze daar het beste en het goedkoopste gemaakt kunnen worden. Ja. Even kijken, handel kan elke economie leren, is ten behoeve van de efficiëntie. Even kijken, ik zag dat ding even oplichten, dat zal Pepijn zijn. Even kijken of hij het filmpje goed vindt. Geweldig stuurt hij, dank, dank, dank. Nou, dat is prima. Dus ze kunnen daar wat mee doen. Ja, je weet hoe Pepijn is. Je hebt hem er wel eens ontmoet. Ja, ik heb hem ontmoet. Helemaal rond dat Renze-programma doet hij altijd, hè? Het is een enorme optimistische, vrolijke man. Dus, hij heeft er altijd zin in. Hij ziet nooit beren op de weg. Hij heeft ook bij de Wereldwijd doorgewerkt, hè? Oh ja? Ja, moet je maar eens naar vragen. Oh jeetje. Hey, het boek van Kennedy. Ja, daar moeten we nu iets over zeggen. Eigenlijk was...
wat ik daarover wilde gaan zeggen, dat heeft ook een soort onderliggende wetenschappelijke pretentie, laat ik het maar even zo zeggen. Maar eerst even waar het eigenlijk over gaat, dat is The Rise and Fall of the Great Powers. Een boek van een historicus, een toen al heel bekende historicus, Paul Kennedy, die toen geloof ik in Yale werkte, ik weet niet precies waar die nu uithangt. Hij is volgens mij een jaar jonger dan ik, dus hij begint wel redelijk op jaren te komen. Hij heeft dat boek gepubliceerd in 1987. Hou dat jaartal in gedachten, want er zit in dat jaartal een zekere noodlottigheid natuurlijk, dat begrijp je. Waaruit bestaat dat boek? Dat bestaat uit een grote, zeer omvangrijke, ik weet niet, ik geloof dat het echt in de, ergens tussen de 700 en de 1000 bladzijden was. Oh, het is allemaal heel boeiende stof. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen, al zou je nu misschien zeggen dat 36 jaar al een hele tijd is. Natuurlijk een punt van de veroudering, maar ik denk dat het ze nog wel laat lezen, eerlijk gezegd. Waar was ik gebleven? Ja, dat het in dat jaar gepubliceerd is. Want ja, wat gebeurt er 2 jaar later? De wereld verandert. De wereld verandert, dat moet je in de gaten houden. Het boek zelf is een zeer omvangrijke, wat ik al zei, analyse van hoe grote machten, laten we zeggen, omhoog reizen in het machtenspel der naties. En dan vaak, meestal zelfs, tenslotte weer naar beneden beginnen te zakken. Het begint met een omvangrijke behandeling van de Habsburgers, niet waar, die gedurende de 16e eeuw natuurlijk hoge overgooiden in Europa. En dan daarna worden de diverse nieuwe kandidaten, topkandidaten op het Europese toneel nader bekeken en geanalyseerd. De Nederlandse Republiek natuurlijk, die weliswaar piepklein was en een zeer gering aantal inwoners had, maar die schat helemaal rijk was. Waardoor je natuurlijk ook weer anderen kunt betalen en je mogelijkheden aanzienlijk zijn. Want het gaat bij alle rising powers en tenslotte ook bij alle naar beneden gaande machten, gaat het steeds om je economische productieapparaat. Is er een goed draaiend, efficiënt productieapparaat zonder economische macht, zonder financiële macht, zo je wil, denk aan de Republiek en Amsterdam, niet waar, is die macht, is er geen macht in feite. Ja, je kunt de vlaggen laten wapperen, je kunt kanonschoten afgeven en van alles nog wat, maar uiteindelijk drijft macht op economische macht. Nou ja, dan zie je dus, ja, je ziet Engeland natuurlijk opkomen. Overigens leende Engeland van harte en graag veel geld in Amsterdam. Ja, want dat vergeten we nog wel eens, ook nadat de Republiek niet meer de grootmacht was die het in de 17e eeuw was. Niet waar, was de Republiek nog heel lang het rijkste land ter wereld. Ergens tot in de vroege 19e eeuw was de Republiek het rijkste land ter wereld. Wij zijn eigenlijk, generaliserend gesteld, al een half millennium horen wij tot de top 5 rijkste en meest productieve, in dit geval handelsproductie, of niet, we zijn een handelsland, een doorvoerland, een transitoland, zo je wilt. Maar goed, dan hebben we natuurlijk de Napoleontische explosie, waarin in een aantal jaren Frankrijk eigenlijk volledig domineert in Europa. Dat sluit af met Napoleon die het hoogste bol krijgt en precies datgene besluit wat hij beter niet had kunnen besluiten. En, nou ja, en zo verder. Ik hoef verder geen niets uit te leggen over wat er vervolgens in de late 19e eeuw en in de 20e eeuw is gebeurd. In de 20e eeuw natuurlijk, zeker na de eerste helft van de eeuw, zijn de Verenigde Staten de dominante mogendheid. Sterker nog, de Verenigde Staten zijn tot op de dag van vandaag de dominante mogendheid. Je hebt natuurlijk allerlei lui die knabbelen aan het randje. En natuurlijk is Trump niet goed, snik. En de Verenigde Staten hebben een bijzonder dysfunctioneel politiek systeem. Maar als we kijken naar militaire macht en laten we zeggen technologische macht, industriële macht, dan zijn de Verenigde Staten toch nog steeds een zeer indrukwekkend land. Het is eigenlijk een tragische zaak dat het politiek zo ongelooflijk slecht georganiseerd is en dat de politiek in Amerika eigenlijk de macht faciliteert van het minst begaafde deel van de bevolking. Ik druk mij
Ik druk mij terughoudend uit. En in dat lange, lange verhaal over die opkomst en die ondergang van die verschillende wereldmachten, want het zijn natuurlijk in feite allemaal wereldmachten. Ik geloof wel dat China, dat ben ik nou eenmaal een beetje kwijt, dat toch vrij bekaaid afkomt. Want dat was toen nog niet zo in de picture in 87 als het later zou geraken. Maar goed, het gaat in principe toch om de wereldpolitiek in bredere zin. En daar heeft hij ook een bepaald soort van schema. Hij zegt, kijk, zo'n macht komt op en voorziet zichzelf dan natuurlijk vanwege het economische succes van een zeer omvangrijk militair apparaat. Want daar moet je aan zien, kijk naar de Verenigde Staten op dit moment. Als je zou afvragen wie heeft de meest indrukwekkende militaire middelen in de wereld, dan moet je toch concluderen dat zijn de Verenigde Staten. Het is niet anders. Als je de Verenigde Staten naar de kroon wil steken, men zegt dat China dat wil, of China het idee heeft om werkelijke wereld, de dominante wereldmacht te worden, betwijfel ik. Ik denk dat als je in hun zieltjes zou kijken, dat ze zouden zeggen, nou, als we naast Amerika kunnen staan, dan zijn we ook eigenlijk al heel tevreden. Maar nogmaals, ik generaliseer over dingen die ik niet precies weet. Het land steekt dus zijn economische mogelijkheden in een omvangrijk militair apparaat. En wat je dan vaak ziet, is dat het land economisch in de versukkeling raakt, maar natuurlijk geen afscheid wil nemen van de machtspositie die het wereldwijd heeft opgebouwd. Je hoeft natuurlijk, dit punt heb je het schitterende voorbeeld, is natuurlijk Engeland. Een immens empire. Ik bedoel, dwars door Afrika, de jewel in the crown, India en Pakistan en Bangladesh, dat was vroeger één grote eenheid. En dan natuurlijk nog de invloed in Zuid-Amerika, het feit dat Canada, Australië en Nieuw-Zeeland dat ook nog tot de Commonwealth. Kortom, een empire waarin de zon nooit ondergaat, zoals men toen zei. En tegelijkertijd weten we allemaal dat, vanaf wanneer raakt de Engelse industrie in de versukkeling? Nou toch, laten we het vooral positief behandelen, vanaf het begin van de jaren 20. Engeland kiest dan voor de pond, de goudwaarde van de pond, dat was de gouden standaard. Dat was een hoogst onverstandig besluit. Wie was de minister van Financiën? Winston Churchill. Niet waar onze algemene, door iedereen erkende held, maar als minister van Financiën bepaalt geen groot succes. Kortom, de Engelse industrie takelt af. De economische basis voor dat immense empire, niet waar, wordt daarmee smaller. En wat proberen dan landen te doen? Die proberen eigenlijk meer geld in de behoud van de macht te steken dan ze feitelijk hebben. En dat leidt, zegt Paul Kennedy, tot wat hij overstretch noemt. Dat was eigenlijk het woord wat iedereen overhield aan het lezen van het boek van Paul Kennedy. Overstretch. Een land, niet waar, heeft een enorme machtspositie opgebouwd. De diepere fundamenten van die machtspositie in casu, het economische succes van het land wordt minder, verschraalt, groeit niet meer. Niet waar, dan geeft dat land te veel uit aan het militaire apparaat. En omdat het te veel uitgeeft aan het militaire apparaat, geeft het tegelijkertijd te weinig uit aan zijn economische apparaat. Dus uiteindelijk is er een machtspositie opgebouwd die te duur is voor de economische positie die de oorspronkelijke oorzaak ervan was. En dat verschijnsel, die overstretch, niet waar, van de middelen van die natie, dat leidt tot verdere verzwakking van die natie. Ja, als je vandaag de dag naar Engeland kijkt, word je toch met een nostalgisch medelijden vervuld, dat je denkt hoe Engeland aan het begin van de vorige eeuw ervoor stond en hoe Engeland er op dit moment voor staat. Dat is toch wel een vrij fundamentele kwestie. Nou, dat is een klassiek geval van overstretch. En wat zei Kennedy in 87? Want hij besluit zijn boek met voorspellingen.
En van die voorspellingen, hij voorspelt de toekomst van Engeland, van de Verenigde Staten, van Rusland, Sovjet-Unie, China en Japan. Dat doet hij dus in 87? Dat doet hij in 87. Je voelt het al aankomen. Hij wist niet dat er in 89 een ingrijpende, totale verschuiving van machtsrelaties zou beginnen, die in feite de wereldorde vrij ingrijpend zou gaan veranderen. Dat kon hij op zichzelf natuurlijk niet helpen, maar we komen zo tot de vervelende boodschap die hier opgeplakt kan worden. Want wat voorspelde hij? Hij voorspelde dat de Sovjet-Unie in ernstige mate leed aan overstretch. Iedereen was het daarmee eens. We hebben gezien natuurlijk dat de hervormingen van Gorbachev uiteindelijk mislukken. En dat de Sovjet-Unie terugzakte in chaos en onvermogen. En wat we dagelijks van Poetin zien is eigenlijk een manhopige poging om in feite dat hele systeem van de ondergang te redden en weer te maken tot een imperiaal systeem, wat het tijdelijk inderdaad is geweest. Maar de economische basis bleek uiteindelijk te smal en te weinig productief. Gek genoeg heeft hij niet aanzien komen hoe enorm de expansie van China zou zijn in de laatste jaren van de 20e eeuw en de eerste 15 jaren van de 21e eeuw. Want China heeft nog wel hobbels te nemen en je ziet er nog allerlei problemen. Beren op de weg, Chinese beren op de weg. Je kunt niet zeggen dat hij gezien heeft, nietwaar, dat China een soort van reuzensprong voorwaarts zou maken en in feite de tweede industriële mogelijkheid ter wereld zou worden. Zoals iedereen in die jaren, even een slokje water, overschatte hij de mogelijkheden van Japan. Want hoe gek dit nu misschien ook mogen klinken, nu we ondertussen zo'n 35 jaar verder zijn. Maar iedereen was bang dat Japan eigenlijk door zijn extreme efficiëntie en zijn enorm succesvolle exportindustrie eigenlijk een bedreiging was voor de Verenigde Staten. Daar kwam het eigenlijk vooral in de Verenigde Staten verschenen allerlei boeken dat de Japanners het wel heel goed in orde hadden en alles enorm op de rails hadden. En daar moesten de Verenigde Staten enorm voor uitkijken. Dit riekt natuurlijk al een beetje naar dat zonderlinge verlangen van de Verenigde Staten om een tegenstander te hebben. Om aan te kunnen wijzen, er is iemand anders die onze macht, onze uitzonderlijke, exceptionele macht zou kunnen bedreigen. Dat was toen Japan. Japan is economisch in allerlei opzichten in de jaren 90 in elkaar gezakt. Hij vertoonde geen grote vitaliteit meer in de jaren 90. Dat Japan doet het helemaal niet slecht, maar echt een vitale, knallende groei is er bepaald niet. En iedereen weet hoe die komt. De Japanners krijgen geen kinderen. En de Japanners willen geen immigranten. U kunt dat zelf thuis even bedenken, want er ook nog andere situaties zijn die daar sterk op lijken. U ziet het West-Europa, kinderen krijgen we niet meer. We hebben geen puf in, een hoop werk en zo. Eén eventueel dan misschien, maar geen 5 of 6. En immigranten willen we ook niet, dus het is een wonderlijke zaak. Maar wij gaan een zeer gespannen arbeidsmarkt tegemoet voor de rest van de eeuw. Of we moeten helemaal in elkaar zakken. Dan hebben we de Verenigde Staten. En dat was eigenlijk wel de grootste klapper van het boek. Dat Paul Kennedy zei, de Verenigde Staten leiden aan overstretch. Dat wil zeggen, de Amerikanen zouden minder in hun militaire apparaat moeten investeren en meer moeten investeren in hun economische apparaat. En ik moet zeggen, ik was daar niet de enige in, dat mensen toen al zeiden, dat is eigenlijk geen erg voor de hand liggende redenering. Want ik geloof dat overstretch, dat begon bij hem bij zo'n 10%. Als je 10% of meer van je bruto product uitgaf aan militaire uitgaven. Terwijl daar toen volgens mij in de Verenigde Staten geen sprake van was. Ze hebben altijd veel meer uitgegeven aan militaire kwesties dan bijvoorbeeld de West-Europese landen. Maar goed, zij voelden zich verantwoordelijk voor de hele aardkloot. En dat voelen wij ons gelukkig niet meer.
Dus iedereen van, oeh, de Verenigde Staten, de overstrijd, zou dat waar zijn? En, nou ja, dat leek ook een waarschuwing aan het toen zittende regime in de Verenigde Staten. En wat hij totaal niet gezien heeft, maar heel weinig hebben dat natuurlijk gezien. Hij heeft natuurlijk, in dat boek kon hij niet beschrijven, want dat was nog niet gebeurd. Dat in feite de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen was. Want wanneer valt de Sovjet-Unie uit elkaar? Dat is in 1991. En niemand wist precies wat er zou gebeuren met de restanten van de uit elkaar vallende Sovjet-Unie. Maar wat is daarbij gebeurd? Al die restanten zijn, op een enkele uitzondering na, ja, een kleine rut op de Balkan, zijn allemaal lid van de NATO geworden. En dan niet alleen, zijn allemaal lid van de Europese Unie geworden. Dus de nieuwe gigant op het wereldtoneel heeft Kennedy helemaal niet aanzien komen. He, namelijk de Europese Unie. He, die natuurlijk eigenlijk de grote profiteur is in allerlei opzichten van de desintegratie van het imperium van de Sovjet-Unie. Vandaar misschien dat Poetin ook zo gebeten is natuurlijk op West-Europa. Wij zijn de grote profiteurs van de desintegratie van de Sovjet-Unie. Al kun je makkelijk zeggen, eigen schuld, dikke bult, ze hebben er niks van gemaakt. Denk aan die Trabant die we uitgebreid besproken hebben, niet waar. Een feestelijk wagentje voor mensen met de feestmuts op, maar je hebt er niet echt niet zo verschrikkelijk veel. Ja, het rijdt en in principe als je in de exemplaren met een kachel zit je warm. Maar veel meer dan dat is het dan ook niet. Er was nog een luisteraar die zei, ja, maar ze hebben wel enorm veel aantallen geproduceerd. 3 miljoen. Ja. Weet je hoeveel er van de Volkswagen zijn geproduceerd? Nee. 23 miljoen. Oh, ja. Er zijn 20 miljoen meer kevers gemaakt dan Trabanten. Dat zou die luisteraar die... luistert u, dan 20 miljoen is toch wel een kapitaalverschil. Ja, dat is wel een verschil, ja. Zou ik zeggen. Dan hebben we eigenlijk alles gehad. En China zou dus hobbels hebben, had allerlei problemen konden te kennen die aan. De EU heeft die volstrekt niet aanzien komen als grote speler op het